Hoe ziet dat eruit dan? Dan is het zee. Op 20 maart gaan we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. In de Leidse regio doen 8 partijen mee die het Hoogheemraadschap van Rijnland willen vertegenwoordigen. Waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over? In 7 afleveringen gaat journalist Chris Aalberts met een aantal lijsttrekkers in gesprek over wat er te kiezen valt. In deze serie hebben we gepraat met de lijsttrekkers over wat de belangrijkste thema's zijn in het waterschap. Lang niet altijd waren de verschillen heel groot. Daarom praten we in deze laatste uitzending over de vraag: wat maakt de verschillende partijen zo uniek en waarom zou je juist op hen moeten stemmen? De Partij voor de Dieren is de enige partij met een lange termijnvisie op deze aarde. En dat maakt dat we ook keuzes moeten maken die eigenlijk heilige huisjes omver schoppen. Er is geen planeet B, er is ook geen Rijnland B om het over te doen. Wat de VVD in het waterschap uniek maakt, dat is dat wij heel erg zijn voor het algemeen belang, dus voor de veiligheid, de droge voeten van iedereen. En dat we tegelijkertijd heel erg meewerken en meedenken aan innovatieve ontwikkelingen om zeg maar onze taken veel beter met elkaar te kunnen doen. We hebben daar een hele belangrijke voorwaarde bij. En dat is dat het altijd in de portemonnee van ons allemaal moet passen. Het CDA heeft een lijst die geworteld is in alle delen van het gebied. En dat, we hebben 37 mensen op de lijst staan. En dat vinden we ook heel erg belangrijk. Daar hebben we ook echt naar gezocht. Van mensen die uit alle delen van het werkgebied komen. We vinden die verankering in de dorpen en de steden ontzettend belangrijk. Dus dat is denk ik anders dan dat het voor een aantal andere partijen geldt. Als het om onze inbreng gaat, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om, dan herken ik onze inbreng vooral aan het zoeken naar balans. Ik heb net gezegd, wij zijn voorstander van het uitvoeren van nieuwe taken, maar het moet ook allemaal betaalbaar blijven. Dus wij zullen steeds die balans blijven zoeken. Het unieke van de AWP is dat wij op basis van deskundigheid onze werkzaamheden doen. Veel mensen zijn ingenieur die in onze club zitten, maar er zijn ook veel studenten en ook heel veel gewoon inwoners die geïnteresseerd zijn in het waterschapswerk. Wij zijn daarbij niet afhankelijk van landelijke politieke partijen die soms hele andere afwegingen maken. Dat is de kracht van de AWP. Eigenlijk gewoon die hele sociaal-democratische beginselen. Dus dat betekent, we willen mensen een kans geven en een vangnet zijn voor de mensen die het niet zelf redden. Dat geldt gewoon dat ze een bestaanszekerheid hebben met droge voeten, schoon water. En diegenen die dat niet zelf kunnen regelen, niet zelf bij kunnen dragen of niet zelf kunnen betalen, daar zijn wij ook voor. En we hebben een duurzame agenda, we vinden de natuur belangrijk en daar onderscheiden we ons echt van andere partijen. Water natuurlijk is uniek omdat het zich focust alleen maar op waterschappen en op het totaalplaatje van en natuur en gezond en gezamenlijk en groen. Het is de totaal waar we voor staan. En niet alleen maar economie, niet alleen maar klimaat, niet alleen maar. Het is alles met elkaar. We zitten hier met 1,3 miljoen inwoners en die hebben ontspanning nodig, die hebben werk nodig en water is daarin het verbindende element.